In dit gebied leeft ook de kamsalamander, een van de opvallende successen van Oude Willem. Speciaal voor deze zeldzame salamander is een keten van poelen aangelegd en dat blijkt een gouden greep. Ik heb een aantal fuiken geplaatst, amfibiefuiken. Dan gaan we even checken of er, ook wat is het. En er zit wat in. Dat is een behoorlijk ding ook. Ja. Dat is een heel mooi fuikje. En wonder boven wonder zwemt er altijd van alles in. De kamsalamander is de grootste amfibie van West-Europa. Vroeger was de soort redelijk algemeen, maar door watervervuiling en verlies van leefgebied staat hij nu hoog op de rode lijst. Het Rentfriese Wold is nog een bolwerk van deze soort en dankzij de maatregelen in Oude Willem is die positie er nog weer een stukje beter op geworden. Van kamsalamander is bekend dat ze, ongeveer 500 à 700 meter kunnen overbruggen van poel naar poel. Dus op die manier hebben we ook door het gebied heen, als een soort stapstenen, hebben we poelen aangelegd om de 500 meter. En dan hopen we hem eigenlijk te verleiden dat hij op die manier het gebied intrekt, zeg maar. En de aanpak is dus een succes, want een aantal poelen is nu al in gebruik door de kamsalamanders. Nou, ik ben nu 2 jaar aan het bemonsteren. En ik zie gewoon dat er elk jaar weer een extra poel of soms zelfs 2 poelen bijkomen waar die in 1 keer in zit. Dus het eerste jaar zagen we in de poel die het dichtst bij de oude locatie was, zagen we meteen al leven. Nou, dat vond ik eigenlijk al heel raar, want ze zeggen vaak van na 3 jaar komt er een beetje vegetatie in zo'n poel. Dus dan komen pas de kamsalamanders, maar zet het meteen al in. En nu zijn we 2 jaar verder en ik heb al op 5 locaties heb ik hem al gevonden. Als ik dit zo zie, binnen 2 jaar heb ik echt wel de hoop dat het goed gaat komen. Ja.